Ja, van harte welkom bij aflevering 3 alweer van Even Genieten. Het is inmiddels alweer 2 weken geleden totdat wij weer bij u zijn geweest. Op dit moment hebben wij, denk ik, in onze studio misschien wel de leukste straatmuzikanten van Harderwijk. En ik heet ze van harte welkom en we gaan gewoon naar ze luisteren. Hier zijn ze. Oké, we zijn de Coconut Knekkers. En vandaag spelen we binnen, omdat buiten nog niet mag. Maar dat komt nog wel. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Appa. Remember how we loved away the hours and dreamed of all the great things we would do. Appa, appa, appa. Those were the days. Zoiets doorheen draaien, denk ik. Ik denk niet met zo'n knoppie van met applaus. Dat het een beetje live wordt. We spelen natuurlijk wel live. In deze coronatijd zou je zeggen van je moet lekker thuis blijven, even je eigen wereldje in. En daar hebben we dan een liedje voor van de Seekers. Wie kent ze niet? Sluit de deuren. Sluit de deuren. Ja. En doe het licht aan en maak het gezellig. Close the door, by the light, we're staying out tonight, far away from the bustle and the bright city lights. Let them all fade away, just leave us alone, and we live in a world of our own. We build a world of our own, that no one else can share. All our sorrows we'll leave far behind us there. And I know you will find there be people
We build a world of our own that no one else can share. All our sorrows will leave far behind us there. And I know you will find a bit of peace of mind when we live in a world of our own. Ja, dank u wel, dank u wel. Wordt hij heel vriendelijk geknikt naar ons. Dan gaan we iets groters doen. Er wordt wel eens gevraagd, wat is de beste band van de wereld? Nou, dat is natuurlijk de Beatles. Ja, de Stones hebben het iets langer volgehouden, maar het is toch echt de Beatles. En wat is dan het allerbeste album? Dat is natuurlijk Sgt. Pepper's. En nou leek het ons leuk om als laatste lied het gehele Sgt. Pepper's album eventjes door te nemen. Dat lijkt mij een fijn plan. Hij duurt 10 minuten, dus dat past net, lijkt mij. Ja, het is wel een uitzoekerij geweest. En we hebben de afgelopen 2 maanden niet kunnen oefenen. Ja, via Zoom, maar dan verspringt het beeld steeds. Dus dat gaat niet goed. Komt wel goed. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Woo! Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. What would you sing if I sang out of tune? Would you stand up and walk out? Leaving the note that she hoped would say more.
she goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We never care for our lives, living sacrifice most of our lives. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on the trampoline. Oh yeah. The Andersons will all be there, lay the public fancy fair, what a scene. Over men and horses, slips and gardens, left three through a hot thread of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. And of course, Henry the Horse is dancing the walls. We were talking about the space between us all and the people who hide themselves behind the wall of illusions. Never being out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Lovely Rita, Mita, mate. Lovely Rita, Mita, mate. Lovely Rita, Mita, mate. Nothing can come between us. When it gets dark, I tore your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in the little white book. Lovely Rita, Rita, mate. Lovely Rita, Rita, mate. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Nothing to do to save his life, 'cause his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I got nothing to say, but it's okay. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed. Sorry, but it's time to go. Woo! Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made a grave. And all the news was wrong. Well, I just had to laugh. I saw the photograph. I saw Finn today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I love to turn you on.
Ja, heren, bedankt voor het optreden. Dick, ik begin bij jou. Ja, dat is goed. Hoe ging het? Nou, het ging wel aardig, moet ik zeggen. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden niet kunnen oefenen. En met name het stuk van Sergeant Peppers. Daar zitten nogal veel overgangen in die allemaal precies moeten kloppen. Maar op twee foutjes van mij na, nou, dat is gemiddeld. Dus dat ging goed. Nou, wat denk je, hebben de mensen dat thuis gezien, die twee foutjes van jou, Dick? Of denk je dat je er wel stiekem doorheen bent geslagen? Nou, ik hoop wel dat we een kritisch publiek hebben. Okay, ja, ik heb er wel vier gezien, denk ik. Je bent altijd iets kritischer dan Dick, of niet? Ja, Tom? Ja, ja. Ja, maar hij heeft ze niet gehoord, dus dat scheelt. Anders kom je door tot ongekende hoogte. Zo is dat. Hey, neem ons even mee. Ik heb jullie geïnteresseerd, Ton, als de straatmuzikanten. Even voor de mensen die het echt niet weten, wat is een straatmuzikant? Ja, eigenlijk een muzikant die gewoon lekker op straat speelt en probeert om de omgeving een beetje gezelliger te maken. Dat is vandaag mislukt, hè, die straat? De straat is mislukt, maar vorig jaar ging het goed en wellicht nog dit jaar en misschien volgend jaar. Dus we houden gewoon de moed erin, we blijven oefenen en we hebben een mooie plek hier op de markt. Dus dan kan je ons nog wel eens een keertje tegenkomen. Ja, Dick, ik introduceer jullie als komisch duo, hè, misschien wel. Zie je nou het grappigste duo van Harderwijk? Het meest grappige straatduo, want daar is er maar één van. Ja, dan ben je ja, zeg je daarmee geen concurrentie. Ja, maar zeg je daarmee eigenlijk dat jullie ook de enige straatmuzikant zijn in Harderwijk? Of nou, er zijn veel te weinig straatmuzikanten. We hebben er maar drie. Dat is ons duo, dat is één. Dat is die jongen met die klarinet, Nathan, waarvan ik even zijn naam kwijt was. En natuurlijk, ik speel zelf in mijn eentje, Dick was ook op straat, als Dr. Dick's One Man Band. Ja. Ja, als ik naar jullie kijk, hè, dan zie ik heel veel humor onderling. Ik zie ook een komisch optreden. Wat is nou belangrijker, die humor of kwalitatieve muziek brengen, Dick? Ja, muziek is voor mij en voor Ton ook gewoon plezier maken. Dus dat zie je er dan aan af. We zijn niet van die figuren die pretenderen het allemaal precies goed te spelen. Nee, we hoeven niet echt foutloos te spelen. Maar wat we proberen over te brengen is dat we er gewoon ongelooflijk veel plezier in hebben. En ja, en dat slaat denk ik ook aan. Dat is ook wat de mensen willen zien. Hè? Dus zeg maar, het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Maar gewoon de glimlach en de humor er tussendoor. En de ingaan op kleine dingetjes die gebeuren. Dat is altijd leuk. Ja, Ton, nu je toch aan het woord bent. En waarom klikt het zo goed met Dick? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ja, eigenlijk een aantal jaar geleden hebben we elkaar leren ontkennen. Kom maar. En ja. Het was net alsof ik een verre neef of zeg maar een broer waarvan ik niet wist dat die bestond, nog erbij kreeg en zo. En, het klikte gewoon. Ik kom uit Den Haag, Dick komt uit Rotterdam. Allebei een beetje westers, redelijk direct naar elkaar toe. En dan kan je het lekker lang volhouden, denk ik. Ja. Iets toe te voegen, Dick? Of zeg je, dit is eigenlijk wel alles wat ik zelf heb gezegd? Nee. Het was inderdaad precies zoals Ton zei. Dat ga ik dus nu even uitgebreid herhalen. Van dat het inderdaad een gevoel was van, hé, ja, ik ken hem ergens van, terwijl ik hem helemaal niet kende. Maar dat is een soort familiair gevoel. En dat is het mooiste wat je kan hebben natuurlijk in een duo. Ja, Dick, wat mij betreft de laatste vraag. Hoe je bent straatmuzikant in Harderwijk. Waarom is het fijn om dat juist in Harderwijk te zijn? Nou ja, kijk, ik denk altijd, en dat klinkt misschien wat verwaand of weet ik wel wat, dat Harderwijk leuker is als er straatmuziek gemaakt wordt. En dan, ja, dan wil ik dat al op me nemen, dat is niet zo'n punt. Plus dat ik wel zeker weet dat het eigenlijk veel leuker is dat als je van buitenaf in Harderwijk komt, en dan verwacht je natuurlijk terrasjes, en die zijn er hopelijk binnenkort weer. En dan verwacht je gezelligheid, die is er ook, daar hoef ik ook al niet voor te zorgen. En de HEMA is er ook, en de CNA is er ook. En dan, dan zit er ineens iemand ook nog muziek te maken. En dat denk ik van dat wel de gezelligheid verhoogt. Goed, ik hoor het al. Dat we vaak in Harderwijk spelen is gewoon een praktische oplossing. Want we wonen allebei in Harderwijk. En Dick is meestal op de fiets. En ik ook. En dat is gewoon makkelijker dan dat je zeg maar naar Nijmegen op de fiets moet gaan. Plus dat ik kan lopen, hè, want ik woon in de binnenstad. Precies. Hey mannen, ik vond het fijn dat jullie er waren vandaag. Fijn dat jullie de komische lach vandaag hebben gebracht hier in de studio. Ik zeg in ieder geval tegen jullie bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En we zijn natuurlijk over 2 weken gewoon weer terug bij jullie met een nieuw optreden van Elinusa. Dankjewel.